Hoi allemaal, ik werk nu al een tijdje met de nieuwe Motorola G31 en vandaag leg ik jullie uit hoe je hem helemaal personaliseert. Zodra je je telefoon hebt geïnstalleerd, zou je normaal ergens op je homescreen een Moto-app moeten vinden. Als je hierop drukt, stelt hij je voor om de telefoon te personaliseren. Dit kan je eerst en vooral doen door een leuke achtergrond te kiezen en te kiezen in welke stijl jij wilt werken. Dit zijn natuurlijk de basics, maar wat maakt deze telefoon nu zo speciaal en handig om te gebruiken? Wel, deze telefoon beschikt namelijk over 8 handige gebaren die je kan uitvoeren om je telefoon makkelijker te gebruiken. Samen overlopen we ze even. Als allereerste gebaar hebben we snel vastleggen. Je kent het wel, je loopt op straat, er gebeurt iets super grappig en je wilt er snel een filmpje van maken. Maar tegen dat je de camera-app open hebt, is dat leuke dingetje al voorbij. Nu, als je 2 keer snel draait met je pols, opent de camera meteen. Zo kun je op elk gewenst moment de camera zo snel mogelijk open doen om van dat leuke ding een filmpje te maken. Het tweede gebaar is aan-uit aanraking. Nu, wat moet je hiervoor doen? Het spreekt al een klein beetje voor zichzelf, maar je drukt 2 keer snel achter elkaar met je duim op de aan- en uitknop en er opent dan een klein paneeltje met snelkoppelingen. In het snelkoppelingspaneeltje kan je ook zelf kiezen naar welke apps je snelkoppelingen wilt. Het derde gebaar is de snelle zaklamp. Hiervoor hoef je enkel 2 keer te schudden met de telefoon en de zaklamp gaat direct aan. Het vierde gebaar is een screenshot maken met 3 vingers. Je hoeft dus simpelweg gewoon met 3 vingers op je scherm te tikken en de telefoon maakt vanzelf een screenshot. Zo moet je niet meer met je vingers zitten sukkelen aan de aan- en uitknop en de geluidsknoppen. Het vijfde gebaar is optillen om te ontgrendelen. Dit spreekt ook weer een beetje voor zichzelf. Om je telefoon op een snelle manier te ontgrendelen, moet je hem alleen maar optillen en ernaar kijken. Via gezichtsherkenning zal de telefoon dan vanzelf ontgrendelen. Het zesde gebaar is omdraaien om niet gestoord te worden. Je draait je telefoon om met het scherm naar beneden, legt hem zo op een oppervlak en de telefoon schakelt vanzelf de functie niet storen in. Stel je bent aan het studeren en je telefoon blijft maar ontploffen met meldingen. Je draait hem simpelweg gewoon om en het is gedaan. Heel handig dus. Dan komen we bij het zevende gebaar. Dit gebaar houdt in dat wanneer je gebeld wordt, je de beltoon kan dempen door je telefoon simpelweg op te tillen. Stel, je zit in een heel belangrijke meeting en het moet echt stil zijn, maar plots gaat daar jouw telefoon af. Til hem snel op en de beltoon zal veel stiller zijn en niemand zal gestoord worden. Dan komen we bij het laatste gebaar en misschien ook wel een van de handigste van de 8. Dit gebaar heet vegen om te splitsen. Je hoeft met je vinger enkel van links naar rechts en rechts naar links te gaan om je scherm in 2 te splitsen en zo 2 apps boven elkaar te kunnen openen. Let op, dit gebaar werkt wel niet bij alle apps, ze moeten dit ondersteunen. Naast deze 8 gebaren kan je ook nog je display aanpassen. Je kan ervoor kiezen om een responsief en een interactief display te hebben. Nu, wat wil dit zeggen? Een interactief display betekent dat je kunt reageren op meldingen zonder je telefoon te moeten ontgrendelen. Een responsief display wil dan weer zeggen dat als je kijkt naar je telefoon, hij niet zal dimmen of vergrendelen omdat hij ziet dat je bezig bent met de telefoon. Daarnaast kan je in de Moto-app ook nog wat tips en tricks vinden om je gsm makkelijker te verstaan en te kunnen gebruiken wanneer je hem geïnstalleerd hebt.
Ik zou zeggen, ga er zeker zelf mee aan de slag. Ik vond het een heel fijne telefoon om te gebruiken. Vond je dit nu een handige video? Geef het dan zeker een like en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende keer!